Dit is ons masterplan. Pak de kit. Er zit helemaal geen shit in, joh. Wat voor slechte shit zit erin? Hak het weg. Jeet. Oké, okay, er is niks meer bijzonders. Oké. Okay. Doei. Ik pleur hem. Hé, hey, doei, doei, pikkies. Hallo, kijkers van dit kanaal. Mijn naam is Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar de allereerste aflevering van Together Craft. Voor de mensen die niet weten wat Togethercraft is: dat is mijn Minecraft server. Waarop ik met andere mensen speel die ik ken. En die jullie waarschijnlijk ook wel kennen. Ik heb er enorm veel zin in. Dit is de allereerste aflevering van deze community server. Zoals jullie kunnen zien, ik heb wel al wat shit. Voor de mensen die. Ook maak ik per ongeluk een screenshot. Oh shit. Voor de mensen die de livestream niet hebben gezien die ik laatst had gedaan. Uh, met Jack. Toen hebben wij zeg maar wat shit verzameld. We hebben gemind en dat soort shit. Dus ik heb nu al een beginners setje. Ik heb een diamond pickaxe hier. Wat diamonds hier. Iron. Lapis. Redstone. Goud. Kool. En allemaal shit. En ik ben hier nu in een village. Want ik had een village gevonden. Jack is nu momenteel offline. Die was net wel online. Zoals jullie hier zo kunnen zien. We hadden een heel gek gesprekje hier zo. Alleen hij ging dus offline. En dan vraag je je misschien af. Hey. Hoe kan ik joinen? Nou, het antwoord daarop is: Sorry, maar nee, je kan niet joinen. Het is namelijk een community server waar ik met wat vrienden opspeel, mensen die ik ken. En misschien later kunnen er wel andere mensen joinen. Maar want zeg maar, er, kunnen er kan 100 man op. Um, maar voor nu nog niet. Voor nu wil ik het gewoon laten bij 10, 20 man. Uh, die ik ook al wat langer ken. Waarvan ik ook weet dat ze. niet shit weg gaan halen van andere mensen. expres dingen opblazen van andere mensen. shit stealt van andere mensen. cheaten vooral. Uh, X-ray en dat soort shit. Um, dat is ook gewoon wat makkelijker voor mij. En dan. hebben we ook geen gezeik dat iemand zijn basis bijvoorbeeld opgeblazen is of zo. Ik ben hier nu dus in een village. En in een village. Heb je dus ook van deze hooibalen. Die zijn nieuw in uh, de nieuwste update. Volgens mij 1.14 was dat. En die ben ik nu aan het weghalen. Want dan kan ik met zo eentje, kan ik dan weed ruilen. Ik moet sowieso ook even de potatoes en de carrots pakken. Want die zijn wel belangrijk. Ik ben nog steeds alleen online. Ik was net heel even geliefd. Want ik moest heel even iets anders doen. Um, maar ik ben eventjes al deze hooibalen aan het weghalen. En dan vraag je je trouwens misschien ook nog wel af trouwens. Oh hè? Huh? Wacht, als zet je ze zo erop dan gaat de grond kapot. Maar als zet je ze zo? Oh, dan gaat hij ook kapot. Huh? Maar waarom stond hij dan net? Wacht, 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 wacht. Dat is volgens mij zo'n renderfout. Wacht, wacht, wacht. Kijk deze. Er zit gewoon pad onder. Wat? Oké. Okay. Dat kan dan dus wel op een, een of andere manier. Oké. Okay. Nu weet ik niet meer wat ik net wou zeggen. Ah, uh, rip. Ah, uh, rip. Maar in ieder geval, uh, we hebben hier dus bijna een stekje. Uh, hier zitten trouwens ook uh, bedden. Maar volgens mij heb ik nu alle hooibalen weggehaald. Ik heb trouwens ook uh, de bel gepakt. Dus die heb ik ook hier zo. Kijk, dit is dus ook de stuff wat ik allemaal heb. Maar ik ga nog heel even snel een beetje rondkijken. Daar zie ik trouwens ook nog rozen. Ik probeer ook alle bloemen te verzamelen. Dus ik heb nu deze. Of tenminste, ik probeer alle grote bloemen te verzamelen. Ik heb deze twee al. Ik heb hier de roos. Um, nu heb ik alleen nog. de um, zonnebloem nodig. En ik probeer ook ondertussen koeien te vermoorden. Zodat ik wat leer krijg. Ik heb nu al 13 leer. Ik heb ook wat sugarcane al gefarmd. Het gaat best wel goed. Kijk, hier zijn ook weer allemaal koetjes. Die ik dus allemaal weer dood ga maken. En wat ook nog leuk is op deze server. We gaan ook events doen. En die ga ik, uh, zeg maar, uh, launchen. Of ik weet niet hoe dat, wer, hoe dat heet. Maar ik ga er, zeg maar, voor zorgen dat die events komen. Bijvoorbeeld ultra hardcore, The Walls. En dan spelen we gewoon met het groepje. Waarmee we ook op de server spelen. Dus dat wordt ook uh, best wel vet. En dan komen we ook bij het volgende. Als ik deze cool even maak zo, en ik heb momenteel weer 15 leer. Als ik op top druk, zie je ook dat ik de owner ben. Dat zie je voor mijn naam staan. Daarachter zie je Jochem Vist, dus mijn playernaam. Daarvoor staat dus je rang. Als dus ik dus ook type, uh, dan zie je dat. Dus ook uh, je rang en dan je naam. En de rang: je hebt twee rangen op deze server: je hebt de owner. En de moderator. En de owner, dat ben ik alleen. Dat is natuurlijk de owner, de baas van de server. Dat ben ik dus. En de moderator. En de moderator, dat is gewoon zeg maar net onder de owner. Die kan niet alles net zoals de owner. Die is ook niet de baas. Maar die kan wel bijvoorbeeld in creative mode. Om bijvoorbeeld mensen te helpen. Als er bijvoorbeeld iets fout is. Als er een bug is of zo. Of als iemand in de problemen zit. Nou bedoel ik daarmee dus niet. Als iemand in het lava valt. Dat de owner dan in creative mag. Uh, en dan water erop kan doen. En dan dat weg gaat halen. Dat moet wel allemaal in survival. Maar gewoon echt. Als er bijvoorbeeld chunk errors. Of dat soort shit zijn. Dan kunnen de moderators ook helpen. Er zijn drie moderators. Namelijk Jack, Stefan. En Hyperstein. Die hebben dan ook voor hun naam, staat dan dus zeg maar hier zo in het blauw, staat er moderator. En bij mij staat er dus owner in het rood. Dan daarachter heb je dus je playernaam. En dat is dus bij iedereen verschillend. Bij iedereen staat wel gewoon hun playernaam, maar de kleuren zijn anders. Bijvoorbeeld bij mij is het oranje. Ik ben ook oranje. Maar bijvoorbeeld bij Jack is het groen. Bij Stefan is het grijs. En bij Hyperstein ben ik het even vergeten. Maar die heeft ook een kleur. Um, en zo heeft iedereen dus zijn eigen kleur. En dit heeft dan ook weer te maken met de events die we gaan doen. Als we bijvoorbeeld de walls gaan doen. Dan kunnen we bijvoorbeeld bij de span een statue maken. En dan kunnen we gewoon de kleur van diegene kunnen we er dan bijvoorbeeld in verwerken. Omdat die dan bijvoorbeeld gewonnen heeft met de walls. En dat dus ook bij ultra hardcore en bij andere events. Wat het spel dus ook best wel weer leuk maakt. Dus ik heb er enorm veel zin in eigenlijk. En dit is dus ook seizoen 1. Waarschijnlijk, ik weet niet hoe lang wij in deze map doorgaan. Maar als we uiteindelijk beslissen om een nieuwe map te doen. Omdat de vorige corrupt is geraakt. Of dat de vorige gewoon echt totaal uitgespeeld is. Dat er niks meer te doen is. Dan starten wij een nieuwe map. En dan zou dat ook seizoen 2 heten. Tenzij we na dit seizoen al meteen denken: van we gaan niet meer verder met de server. Maar dat zien we later natuurlijk. Um, ik heb hier nu uh, wat weed. Uh, oh, uh, wacht. Liet ik nou heel veel vallen of zo? Wat? Oké. Okay. Uh, laat ik heel even snel. Um, wacht. Uh, even dit. Oh shit. Zo, ik deed promptelijk iets verkeerd. Even snel het cobblestone weggooien. Zo. En dan kunnen wij dit even. Zo doen. En dan ga ik even nog wat weg. Sugar cane ga ik even snel weg. Ik pak het later nog wel op, Mensen. Maar ik uh, ga het voor nu even weg. Want dan kan ik even met de villager treden. Uh, wacht even. Die en die. Zo. En dan kan ik even op zoek gaan naar de villager. Ah uh, ja, hey, er is trouwens ook een kat. Lol. Um, waar is de villager? Dat is hem. Um, niet? Jawel, dit is hem wel. Oké, okay. nice. Doe even dit. Zo. Zo. Oh, wacht. Uh. Zo. Daar ga ik krijg ook wat XP van. Dat is best wel nice. Uh. Die er nog even bij. Die erbij. Uh. Over oh, kunnen niet. Oh, dat kan niet. Oké. Okay. Oh, hij wil het niet meer doen. Uh, wacht, misschien kunnen we dan nog even potatoes uh, met hem gaan farmen. Want daarna werkt de trade misschien wel weer. Ik weet nog niet hoe dat precies werkt bij dit nieuwe trading system van die uh, villagers. Maar daar kunnen we ook nu nog wel even naar gaan kijken. Dit kan gewoon blijven liggen. Ik weet niet wat dit is. Dit, zijn, uh, dit is weed. Dat hebben we niet echt nodig. Uh, we hebben wel vooral potatoes, carrots en beetroot nodig. Kijk, wat is dit? Dit is beetroot. Oké, okay, nice. En dan ga je cobblestone weg. Dat heb ik eigenlijk niet nodig. Beetroot. Hé, hey, ook carrots. Zeker nice. Dus dan... Um, wat kan nog meer weg? Feathers. Kunnen weg. Zo, en ik laat hier dus ook wat voor andere mensen staan. Hier hebben we nog potatoes. Even kijken, wat kunnen we nog meer weggooien? Het laatste... Wat we weg moeten gooien... Um... Ja, dit is heel moeilijk. Uh, wat wil ik echt weggooien? Alles wat ik heb is belangrijk. Oh, wacht. Anders rijd ik wel niet meer met die villager. Dat laat ik dan. Hou ik de laatste... Uh, ...wiet... ...hou ik gewoon lekker. Voor als ik het zelf een keer nodig heb. Um, laat ik eventjes snel... ...wat hooibalen maken. Zo, dan heb ik tenminste weer wat... ...opslag... Nice. Dan kan ik deze weer weghalen. En dan kunnen we gewoon weer verder. Zo. Oké. Okay. En daar heb ik nog 15 hooibalen over. Ik heb wel 17 emeralds. Dus dat is wel lekker nice. Voor de rest ga ik wel even slapen. Want ik hoor alweer zombies. En ik zie mezelf hier alweer doodgaan. Ik ben trouwens best wel ver van de spawn. Ik heb trouwens een uh, achievement. What a deal. Oké. Okay. Well, of een advancement heet het eigenlijk. Vroeger heette het altijd achievement. Zombie, boek even op. Um, voor de rest denk ik dat we alles hier bij de village hebben gehad. Ik denk niet dat er nog echt trades zijn die echt belangrijk zijn. Hé, hey, beetroot. Oh, ik word er ook alweer in mijn in rug geschoten. Nee, ik zie geen pijl in mezelf zitten. Oké. Okay. Laten we dan gewoon weer lekker verder gaan. Want deze aflevering wil ik ook op zoek naar een base voor mij. Oh ja, en wat ik dus net ook wou vertellen, maar wat ik was vergeten. De reden dat ik geen facecam heb. Dat komt. Omdat ik dat wat fijner vind. Aangezien op een server spelen. Ik ga dit ook heel veel achter elkaar spelen. En ik wil ook gewoon stukjes opnemen. En als je dan een facecam aan hebt staan. Dan zie je ook steeds dat de ene keer neem het ene stukje neem je op in de nacht. Het andere stukje neem je op in de, in de ochtend. In de middag. En dat dan allemaal door elkaar. En als ik geen facecam heb, dan is dat gewoon wat mooier, denk ik. Dus daarom heb ik dat ook. Dus hopelijk vinden jullie dat ook niet erg. Um, ik vind het in ieder geval even veel chiller. Omdat ik dan ook gewoon beter kan opnemen dit. Want deze video's die gaan sowieso veel tijd kosten. Livestream ga ik natuurlijk wel gewoon met facecam doen. Dat uh, doe ik wel gewoon. En uh, ja, voor de mensen die ook denken. Wat ga je nu doen met Minecraft Survival? Dat blijft gewoon elke woensdag. En ja, elke zaterdag of zondag. Ik weet nog niet wanneer ik dit ga uploaden. Hebben we jullie dus een aflevering van Togethercraft. Dus dat is best wel episch. Maar in ieder geval, ik ga nu dus nog eventjes lekker verder lopen. Zie ik jullie zo meteen, denk ik wel weer terug. Als ik iets episch heb gevonden of zo. Of ik een vette plek heb gevonden voor mijn huis. Of dat soort shit. Dus uh, ja, ik zie jullie zo wel weer. Hé, hey, kijk, dit is zeker nice. Berries. Dus ik heb me vergeten, die natuurlijk hier ook zijn. Ik heb trouwens 52 leather en heel veel vlees. Uh, ik heb best wel veel koeien lopen doden. Dus dat is best wel nice. Maar ik moet nu weer een stukje opofferen voor die berries. Hmm. Uh, oh, ik had even een frame drop. Bye bye lava. Of lava. Lapis. Bye bye lapis. Um, ja, oké. Okay. Dus voor nu heb ik wel lekker genoeg eten. Ik ben nu, nu lekker in een um, ja, spruce wood biome. Dus dat is best wel nice. Um, ik heb nog niet echt een goede plek gevonden voor mijn huisje. Dus dat vind ik een beetje jammer. Um, Want ik wil het... Oh, dak ook bij hem. Nice. Uh, ik denk dat ik daarheen ga. Oh, mij lijkt het trouwens best wel vet om in een mansion te gaan wonen. Al komen we toevallig een mansion tegen, weet je. Dat zou wel episch zijn om daar te gaan wonen, weet je. Dus, uh, ja, oké. Okay. Ik ga even hierheen kijken. Misschien kunnen we wel een mansion vinden. Hé, hey, kijk eens wat ik daar vind. Oh mijn god. Ik ben serieus nog nooit bij zo'n toren geweest. Sinds dat die dingen uit zijn. Dus dat wordt best wel vet. Dat is de eerste keer dat ik zo'n toren vind. Volgens mij zitten daar ook van die vindicators. Dus dat is best wel vet. Oh mijn god, nee. Er zit ook gewoon een Woodland Mansion achter. Oh kut. Ik ben de lul. Ik ben de lul. Oh shit. Oh shit. Wacht. Kom hier. Ha. Fuck jou. Ga dood. Die. Motherfucker. de Oh, nu komen de anderen ook. Oh mijn god. Spectaculaire eerste aflevering. Tering, er komen er heel veel. Jeet, ga dood. Oh, ik ben nog nul keer. Au, ik ben een keer geraakt. Oh, hoeveel zijn er? Tering. Tering. Ik word hier enorm doodgeschoten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit man, oh shit, oh shit, ze volgen me ook nog, oh shit, laten we dat even niet doen, doei doei, oh ik heb niks, oké, ha, ha, what the fuck, oké, okay. die dingen zijn best wel sterk, um, laat ik hier eventjes beginnen met een soort van settlement, hier zo. Of gewoon mijn basisje. Waar ik gewoon nu mee begin. Ik had dit niet verwacht. Ik praatte net over hoe vet zou het zijn om gewoon in een mansion te gaan wonen. En dan vind ik er gewoon een. Ik heb dat letterlijk nog nooit gedaan. Oh, dat is echt episch. Oké. Okay, um, laat ik eventjes snel... ...crafting table maken... Even een dubbeltje zo. Yes. Oh, dit is echt episch. Oh shit. Kijk. Deze moet er wel eventjes aan zo. Oké, okay. uh, laat ik hier eventjes gewoon al mijn shit inpleuren. Zo. We hebben trouwens dus wel genoeg ledder om um, volledige uh, boekenkasten te maken. Dus dat is best wel nice. Nog wat eten. Tortjes kunnen er ook in. Uh, maar het lijkt sowieso handig dat we even wachten totdat het nacht wordt. Ja, ze zijn er nog wel boven. Ik hoor ze: fucking naaiers. Um, want ja, als ik doodga, ik wil zeg maar wel hier zo weer spannen. En niet bij de spawn, Want dat is echt. Zoveel blokjes ver, iets van 8000 blokjes hier vandaan. Dus dat wil ik eigenlijk niet. Dus we moeten eigenlijk even wachten totdat het nacht wordt. En voor de rest, we hebben als het goed is, even kijken, we hebben deze we hebben al. We hebben al best wel veel van alle farm dingen. We hebben die natuurlijk, we hebben beetroots. Um, dus we hebben carrots, potatoes, beetroots, berries hebben we al. We hebben al drie soorten bloemen hier zo. Uh, we hebben al sugarcane natuurlijk. Ehm, uh, ja, we hebben al eigenlijk best wel veel. Dus dat gaat best wel goed, daar ben ik best wel blij mee. Oh ja, we hebben pompoenen natuurlijk. Die heb ik ook gevonden, dus dat is best wel nice. En hey, nu moeten we even wachten totdat het nacht wordt. En weet je wat we dan ondertussen gaan doen? Haha, wauw. Hé, dus kunnen we wel eens deurbel op de Woodland Mansion doen. Dat, what the fuck krijg ik voor effect? Huh, zagen jullie dat effect? Krijg je dat als je dit doet of dus, hè? Huh? Wat well, nog een keer, huh, ik, ik zie wel een effect, maar ik krijg niks. Uh, ik kan nog steeds niet slapen. Misschien kunnen we een beetje tegen ze gaan vechten. I don't know. Kom met me, bro. Kom hier. Zijn ze weg? Ze zijn weg, gone, loose. Maar zijn ze weer daarheen? Uh, even kijken, hoe lang duurt het voordat het weer... Ik uh, kan het niet zien. Oh, ik hoor ze. Ah, ze zijn er nog. Uh, run away. Laten we ondertussen even de vloer lekker van koolstof maken. weet je. Ik heb nu toch niks te doen. Het is de eerste aflevering. We kunnen ook gewoon een woodland mansion ownen. Maar nee, we gaan gewoon lekker de vloer van kobbels... Ah, de bel is weg. Dit meen je niet. We kunnen lekker de vloer van kobbel stoom maken. Zo. Helemaal mooi. Ik hoop trouwens niet dat die door iemand anders al geoond is. Ik denk het niet. Want anders had ik het waarschijnlijk wel al geweten. Uh, laten we ook meteen lekker eventjes mooie trappetjes maken. Weet je, doe lekker fancy. Doe lekker mooi. Hier zo, die, die, die en die. Oh, de laatste moet trouwens ook nog. Uh, wacht even. Uh, dat kan gefixt worden. Zo. Dan doen we deze. Ook nou eventjes. Oh, kut. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Yes. Oké, okay, zo. Waar? Kom met me, bro. Bro, je gaat eraan. Je gaat eraan. Oh, ik hoorde meer. Uh, bro, je gaat dood. Je gaat zo hard dood. Jeet, jeet. En het begint te regenen. Hoe naar is dit? Oh, mijn regen staat. Regen staat ook gewoon uit in mijn geluiden. Oké, okay, dat is nice. Um, laten we even lekker slapen. Want nu kunnen het. Lekker. Oh, uh, oh, nee. Dit is geen. Uh, ah, kut. Ik wou z typen, maar ik was te laat. Uh, blokjes zijn altijd wel even handig. De bel. Die nemen we wel lekker mee. Die plaatsen we mooi hier zo. Oké, okay, let's go. Oh, ik zal trouwens wel even een ander ijzeren zwaartje maken. Want anders heb ik straks het probleem dat mijn ijzeren zwaartje uh, kapot gaat. En dat is eigenlijk niet zo heel chill. Even kijken. Zo. En dan zo. En dan... Oh. Zo, nice. Oké, okay, en dan kunnen we dit er weer in doen. En dan nemen we dat zwaar. Ja, ik wissel hem wel om. Weet je, boeien. Ik doe dit zwaar trouwens wel gewoon lekker daarin. I don't care. Uh, oh, eten is trouwens. Oh, ik word daar. Thou... Word ik nou gebeld, joh? Oké, okay, let's go. Het is weer eventjes iets later. Uh, er gebeurt net even iets. Oh ja. Oh, ik schrok even weer van die mensen. Tering. Um, maar um, ja, dit, er gebeurde even iets tussendoor. Boeien. Um, laten we ze even ownen. Als ze eventjes dood willen gaan Er is momenteel, er is momenteel niemand gejoind ook nog Oké okay. Oh, kut, ik word hier echt keihard geoond. Oh, shit Oh, shit, is er nog iets gebeurd? Nee, niks gebeurd Niet. oh, het zijn er nog best wel veel, joh Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Als ik gewoon een beetje blijf rennen, dan kunnen ze me niet raken, denk ik Dat ze heel slecht zijn in schieten Oké okay. Focus. Oh, kut. Nu ga ik er echt aan. Oh shit. Ehm. Um, Ander idee of zo? Kut. Hmm. Ger. 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 Kom, ja. Ja. Heb ik ze nu? Nu ga ik jullie ownen, jongens. Dood. Dood. Kom. Meer. Kom. Ja, dit is een. Dit is jullie fout hoor. Nu zijn jullie echt de lul. Nu gaan jullie eraan. Ik heb jullie zwakke punt gevonden. Kom hier. Oké, okay, nice. Voor mij heb ik ze allemaal. Of niet? Het wordt momenteel ook alweer nacht. Mm. Laten we even gaan slapen. Let's go. Yes. Oh shit. Slash. <laughs> Zo. Let's go. En dan gaan we gaan die kant op. Misschien zijn er ook weer een paar teruggegaan. I don't know. Ik hoop trouwens niet dat ze blijven spannen. Dat zou een beetje naar zijn. Oh, ik zie er wel weer twee. Kom hier, bitches! Die! Oh, nog één hier. Oh shit, er komen er steeds weer meer. Zo, dood. Dood. Ik krijg wel lekker veel. XP zo. Dood. Kak, oh, kak, er komen er nog meer. Ik dacht, dit waren ze, maar er zijn er nog veel meer. Even eten, snel. Blokkies. Uh, oh, ik kan gewoon naar binnen. Oké, okay, ik zie niks. Let's go. Ik zie hier ook niks. Ook niks. Oh, eentje met een. Oh shit, is deze OP ofzo? Omdat hij een enchanted boog heeft? Of is dat speciaal? Of wat? Oh shit, daar komen ze. Die. Oh, ik gooi hem eraf. Oh kut, er komen er in één keer vet veel. Oh kut, ik ga zo hard dood. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kak! Was shot by pillager. Fuck. Dit is al de tweede keer dat ik dood ga. De eerste keer was in de livestream. Toen ben ik dood gegaan door. Waardoor was die? Oh ja, door lava. Oh shit, er zijn er wel nog veel meer. Oh shit, er zijn er echt nog veel meer. Oh shit. En nu ben ik dus dood gaan doen, pillager. Oké, okay. lekker. Volgens mij respawnen ze echt. Ze respawnen volgens mij echt hoor. Ja, ze respawnen, kak. Ren, run away. Run away voor vrijheid. Jeet. Volgens mij respawnen ze echt. Maar er was daar wel een kist trouwens. Oh shit, mijn eten ligt daar nog. Nee, boeien. Hé, hey, ik heb een kruisboog. Episch. Ik heb in ieder geval mijn diamond pickaxe nog. Dan is het goed. Oké. Okay. Um, leuke eerste aflevering denk ik zo. I don't know. Volgen ze me nog? Volgens mij niet. Nou, ik zie er daar eentje Ehm um, Ander plan. Even wat eten pakken. Zal ik gewoon erin rennen? En dan gewoon... Wacht, ik uh, wissel mijn diamond pickaxe eventjes met een ijzeren pickaxe. Zo, een waterbucket. Anders ga Oh kut. Oké, okay, ik ga ervoor. Ik ga ervoor. Auw. Oké, okay, mijn idee dus is ik plaats beneden water en dan wanneer ik de kist heb geloot, dan spring ik naar beneden in het water. Oké, okay. moet goed komen toch? Hoop ik. Oké, okay, dit is hier zo. Plaats hier water. Zo. Oké, okay, let's go. Let's go. Let's go. Kom op. Dit is ons masterplan. Pak de... Kid. Er zit helemaal geen shit in, joh. Wat voor slechte shit zit erin? Hak het weg. Yeet. Oké, okay, er is niks meer bijzonders. Oké. Okay. Doei. Ik pleur hem. Hé, hey, doei, Doe Doei, pikkies. Au. 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 Nee, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ik zit vast. Help. Oh, shit. GG well played. GG well played. Ik ben er vandoor. Ik boek hem. Bye-bye. Bye-bye. En ik ga hier naar binnen. En ik doe dit lekker dicht. Oké. Okay. Dit laat ik trouwens open. Misschien lopen ze er weer in. Ehm... Um, wat was dat eigenlijk? Helemaal niks. Een crossbow. Maar die had ik al. Daar heb ik toch niks aan. Uh, ja, in ieder geval. Ehm... Um, we hebben in ieder geval nu twee crossbows. Dat is in principe wel nice. Het is sowieso wel nice dat we nu lekker beginnen met een diamond uh, pickaxe. Want dat gaat wel even iets sneller dan dat we met ijzer beginnen. Ik ga nu ook gewoon met Diamond Pickaxe gebruiken. Het boeit me ook eigenlijk niet dat die stuk gaat. Want we gaan sowieso nog wel meer diamonds vinden. Oh! Oh mijn god, dat heb ik letterlijk niet gezien. Daarom pakte ik ook toortjes. Ik ren volledig een ravijn in. Ja, nee, dat kan. Dat kan zeker. Oké, okay, laten we naar boven gaan. laten we dan even de trap verder afmaken. Even kijken. Uh, hier zo. Uh, zo. En dan kunnen we hier even die, 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 die. En. Oh shit, dit is verkeerd hè, dit is verkeerd hè. Doen we die? En dan kunnen we nu verder. Oké, okay, kijk, nu ga ik echt super snel naar beneden. Uh, dus dat is best wel nice. En omhoog gaat trouwens volgens mij nog sneller. Ik weet niet, wacht. Als ik beneden ben, ga ik. Eee, ik hoor een cave. Wacht, kijk. Zo snel ga ik omhoog. Dat is best wel snel. Even kijken, ik hoor ergens een cave. Ja, ik hoor een bed. Yes. Het zou nice zijn als ik een spawner vind. Dat ze echt episch zijn. Oh shit. Skelet schieten. Maar heb ik trouwens ook mijn arrows weggegooid hier. Ja. Ah oh, nee, niet. Ik heb ze nog wel bij me. Ik dood jij. Oké. Okay. Oh, ik plaats iets te veel. Toortjes. Ik dacht dat ik eten in mijn tweede hand had. Zo. Ik laat het eitje voor nu lekker zitten. Dat kan ik later nog wel even meenemen. Hé, hey, kijk, een ravijn. Zo, wel een groot ravijn. Gaat dat naar buiten? I don't know. Um, we gaan wel even lekker deze kant op. Even gewoon de normale cave in. Jeet! Oh, kut, ik zie twee skeletten. Oh, ze schieten op elkaar. Of niet? Oh, de spin die valt gewoon skeletten aan. Trouwens dood hier zo, denk ik. Auw. Auw. Ik ga je zo hard dood. Ik leef nog. Ik leef nog. Jongens, hoe vaak ben ik al. Ik ben al drie keer doodgaan. En echt heel vaak bijna. Um. Kom hier, bitch. Die. En dan deze nog eventjes dood. Nice. En dan. Zou het. Hey, ja, kijk. Daar zit ik nu pas over na te denken. Wacht. Even kijken of ik dit kan stoppen, trouwens. Zo, even dit. Ee, ee, ee. Ee, Zo, nice. Um, hier kan ik obsidian hakken. Yes. Dat is nice. Oh, kak. Dan moet ik nu niet dit openmaken. Oh, yeah. Diamonds. Oh, yeah, yeah, yeah. Yes. Dit hadden wij nodig. Diamonds. Eén, twee. Drie. Vier. Zijn het er nog meer? Nee, het zijn er vier. Yes! Vier diamonds. GG, well played. Nu heb ik er in totaal vijf. Dan heb ik er straks nog drie over. Ik denk dat ik daar gewoon of een pickaxe of een zwaard van maak. Um, en we kunnen nu ook een Reshantic Table maken. Nice! En een nether portal. Die we kunnen linken. Dus dat is ook chill. Dus ik ga nu even extra veel. Um, ja, uh, obsidian hakken zodat ik en de nether portal van mij kan verbinden. En de nether portal van de spawn kan verbinden. En dan zouden we in principe ook alvast later een nethergang kunnen maken. Want we willen ook weer een up gaan maken en dat soort shit. Dus dat gaat natuurlijk episch worden. Oké, okay, yes. Ik heb 30. Nu kunnen we terug, want we hebben nu alles wat we echt wouden. We hebben uh, obsidian en we hebben diamonds. Oké, okay, nice. Uh, nu zit ik alleen wel met het probleem... Uh... Ik heb zeg maar geen blokjes om omhoog te bouwen. Dus ik ga maar gewoon lekker een simpel trampetje maken. Dus dat doen we lekker op deze manier. En volgens mij moet ik dan daar ergens boven gewoon zijn. Want daar is volgens mij de plek terug naar mijn trap die naar boven ging. Dus uh, we moeten even concoloeren. Volgens mij daar ergens. Waar dat dicht vandaan komt. Even concoloeren hoor. Uh, ja, nice. Hier zo. En dan hier natuurlijk. Naar boven en ik word een creeper vallen. Oké, okay, fuck die creeper. En dan zijn we bij de trap aangekomen. En dan gaan we net zoals Sonic lekker naar boven hier zo. Allee, dit was natuurlijk dat andere ravijn. Yup. En die, kon, die gaat dan ook weer verder daar zo. In dat andere ravijn weer. Dus dat is best wel vet. Um, we zijn nu in ieder geval boven. En dan uh, kan ik eventjes de shit hier doen. Die ik nu eventjes niet meer nodig heb. Zo. Dit kan er allemaal in. Nice. Hier kan ik mijn eten doen. En dan kunnen wij nu eventjes. Kijken. Voor de enchanting Table. Dat kunnen we wel als eerst doen. Laat ik als eerst wel nog eventjes gaan slapen. Hebben we hebben er nu. Ja, dit is nooit genoeg. Kak. We hebben er 21. Volgens mij word ik trouwens ook zo'n lame gast. Oh nee. Dat is gewoon echt zo'n Vindicator. Laat maar. Die. Die. Oké. Okay. Zo. Oh er, komen, oh, er komen er echt nog veel meer. Um, hallo, dit was niet de bedoeling. Hallo, dit was niet de afspraak, hè. Dit was niet... Dit was niet de afspraak, hè. Ga uit mijn huis. Get out of my... My crib. Oké, okay, ik heb net overleefd, gelukkig. Dus dat is wel nice. Zo. Uh, even nog iets meer eten. Yes. En dan... Ja, ik bewaar dit zodat ik nog even zijn farmpie kan maken. Hoeveel heb ik nu? 21. Daar kunnen we wel een klein beetje iets mee doen, maar niet zo heel veel. Doen we even, ah, doen we gewoon lekker alles. En dan pakken we eventjes de boekenkastjes. Oh, doen we even zo. We hebben er zeven. Ah, we zitten al op de helft. Dus dat gaat wel lekker. We zitten al op de helft. Dus dat is chill. Um, oh shit. Ik heb trouwens wel nog even drie nodig eigenlijk. om even de Enchanting Table zelf te maken ik doen we even dit zo. En dan maken we even zijn boekie. En dan maken we een Enchanting Table. Nice! We hebben een Enchanting Table. Laten we hem lekker hier zetten. Hij gaat sowieso op een andere plek komen. De volgende aflevering. Maar voor nu staat hij daar zo. En dan gaan we nu nog de Netta Portal plaatsen. Ik denk dat ik die gewoon. Hier zo ergens ga plaatsen of zo. Uh, Laten we hem hier plaatsen. Even kijken. Hier zo. Die, die. Die. Die, 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 die. Die, die, die. En die. Oké, okay, nice. Oh, shit. Volgens mij heb ik klein geen flint en steel. Kak, die heb ik natuurlijk weggegooid. Mm, shit. Nou, dan worden we nog even op zoek naar gravel. Yay. Letterlijk eentje. Yes, we hebben er één. Noice. Kunnen we nu weer terug? Win Iron Ingot. Dan kunnen we een Flinterstiel maken. En dan kunnen wij de Nether-portal aanzetten. En dan gaan we hem alleen nog even verbinden. En dan doe ik de Spawn-portal verbinden. Dat doe ik gewoon zelf even offscreen. Um, waar komen wij uit, is de vraag natuurlijk. Uh, ik hoop een beetje op een goede plek. Niet boven lava of zo. Dat zou een beetje kloot zijn. Ook al heb ik dat de laatste tijd echt nooit meer. Volgens mij is dat ook niet meer zo dat dat gebeurt. Oh nee, dit is echt een kutplek. Spannen echt gewoon in zo'n grotje. Uh, wat is dit nou? Trouwens, nee, ik doe dat verbinden wel, doe ik lekker offscreen. Nou ja mensen, vonden jullie deze allereerste aflevering van de Togethercraft server nou leuk. Dan kunnen je natuurlijk belonen met een blauw ruimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jullie binnenkort weer bij een nieuwe aflevering van mijn eigen server te zien. Mensen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laat de mensen.